De mensen zijn enthousiast. Nou, en als je nou hier ziet met zo'n volle tent, hè, van over de 1200 mensen op zondagmorgen om 10 uur, dan denk ik dat, dat onze background dat het nog goed is. Ja, we zijn helemaal stom verbaasd dat het zo'n succes is. Want we hadden dit met z'n allen nooit durven te dromen. We hadden 300 stoeltjes klaargezet en we dachten van nou, als die 300, misschien 400 komen, dan zijn we helemaal tevreden. En nou die hele tent vol. Fantastisch. Vanaf een jaar of 3-4 geleden tot en met vandaag de vaste pianist. Het is wel zo dat ik helaas afscheid neem van het Volendams Opera Koor na vandaag. Ik weet dat er een hele goede opvolger voor mij klaar staat, gelukkig. Zo is het wel, maar ik heb met veel plezier inderdaad een aantal jaar met het Volendams Opera Koor samengewerkt. Nou, heb ik al een paar interviews gedaan en de laatste jaren was dat niet veel. Dus ik neem aan dat dit voor jou vandaag ook een bijzondere dag was. Zeker een bijzondere dag, hè? Ja, dus in de allereerste plaats voor het laatst met de mensen van het Volendams Opera Koor. Maar dan om dat nog te doen met zo'n optreden met ja, 1200, 1400 man in de tent. Ik weet niet hoeveel het er waren, maar ontzettend veel mensen die ook allemaal hartstochtelijk meeleefden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om op zo'n manier een laatste optreden te kunnen doen. De soprano was ook wel een heel bijzonder stem. Heb je daar vaker bij opgetreden? Dit was de eerste keer met deze sopraan, maar het was inderdaad erg goed. Ja, erg mooi. We sluiten, dames en heren, dit optreden af met een lied dat veel oudere Volendammers onder ons vroeger ook zongen op een bruiloft met elkaar. En een feestje is het hier. He, dat mogen we nemen. Het is een feest. En het werd vroeger niet alleen door Volendammers gezongen, maar ook door bekende allerlei bekende tenoren. Schipa zong het. Mario Lanza zong het. Björling zong het. En zelfs onze vriend, onze Eustace, overleden in Pavarotti. En Friends, want zo was dat. En Bardini. En wij zijn gewoon hier op dit moment Jan Dulles en Friends. Wat je zegt van nou, dit zou ik vaker willen doen? Ja, ik heb ook al een beetje geopperd zo daar, zo tussen neus en lippen door van er moet eigenlijk nieuwe aanwas komen voor het Volendams Opera Koor. Omdat, ja,
laten we eerlijk zijn, over 25 jaar, dan zijn deze mensen er niet meer. En dan heb je toch dat legendarische Volendams Operakoor, wat al 70 jaar bekend is in heel Europa, dat is er dan ineens niet meer. Terwijl als ik nou een paar Volendamse zangers en zangeressen van mijn leeftijd of jonger weet te enthousiasmeren hiervoor, dan kunnen we misschien een keertje gaan repeteren met z'n allen met het Operakoor en kijken of we het leuk vinden. En dan een beetje jongere mensen ertussen zetten. En dan rustig gaan de boel vervangen. En dan kunnen we misschien het bekendste koor van Europa blijven. We moeten, als we erover na gaan denken met z'n allen en er komen mensen die enthousiast zijn, dan gaat het misschien gebeuren. Dus dit zaadje dat is nu geplant. Meld je aan. Doe eens gek en kom bij ons. Maandagavond 8 uur in de Jozef bij het Operakoor. Jij zingt in het koor. Wat voor stem heb je daarin? Ik ben alt. Hoe vond je het? Nou, ik vond dit wel erg leuk. Vooral de opkomst dat die wel behoorlijk was ook wel een verrassing. Dus dat was wel leuk, ja. Voor het eerst in zo'n tent? Want ik neem aan dat jullie meestal in andere locaties spelen. We zingen meestal in andere locaties. Dus het was wel, maar ook wel weer een ervaring rijker inderdaad. Wel leuk, ja. En genoten? Wat zeg je? Heeft u genoten? Ik heb zeker genoten, ja. Mijn gezin was erbij, mijn kleinzoon, dus het was heel leuk, ja. Fantastisch, ik heb genoten. Ik kom uit Noord-Holland, ik kom uit Abenhorn. En we hebben een van onze vriendinnen, die zingt ook in het koor met de dames. En we hebben, ja, het was fantastisch. Met die Dulles erbij, ja, grandioos. Het was geweldig, toch? Maar het gaat erom, hebben jullie genoten? Toch? Nou, dit knip verder uit, maar ik was eigenlijk een beetje ontroerd zelfs. Ja, dat moeten we hebben, daar gaat het toch om. Maar als ik jou nou over 5 jaar tegenkom en dan zeg ik, weet je nog, in die tent, wat is dan het eerste wat weer bij jou naar boven komt? Ja, de passie van de Volendammers, eigenlijk dat zowel in het koor als bij het publiek. Dat is toch heel mooi, ja. Hoe vond u het vandaag? Toch geweldig. Het was toch een geweldige opkomst. En een beleving ook voor het koor. Als je weer na 2 jaar met elkaar weer in kan zitten en dat het koor nog zo goed leeft. En ja, het is heerlijk om dat weer te ervaren. Hoe zijn jullie de afgelopen 2 jaar doorgekomen met z'n allen? Nou, moeilijk. Heel moeilijk. Want het probleem was dat wij niet... Wij konden eigenlijk nergens repeteren vanwege die 1,5 meter toestand. Had je een hele grote ruimte nodig en die was er niet. En ik las op jullie website dat jullie ook nog 75 jaar bestaan hadden moeten vieren. 70 jaar. En dat, ja, dat kon je niet vieren. We konden geen mensen genezen. Want ook alle horecagelegenheden waren dicht. En dat ging dus niet. Nou, en dit was dus een mooie gelegenheid om het even op te pakken weer. En nou, we zijn weer op vol enthousiasme bezig hoor. En je ziet het, de groep is niet geslonken. Prachtig bij elkaar. Dus we zijn erg tevreden en we zijn erg dankbaar dat we met de organisatie dit hebben kunnen regelen. Ik kijk vooraf naar het programma van de havenfeesten, toen dacht ik, is toch een beetje vreemde eend in de bijt. Nou, het is eigenlijk geen vreemde eend in de bijt, omdat het was de bedoeling dat de havenfeesten, dat het ook een cultureel feest zou worden. Het moet niet alleen een zuipfestijn van 3 dagen worden. Dat was het vroeger ook niet. Er gebeurden allemaal dingen omheen. Aal roken en dat soort dingen allemaal. Dus we dachten, wat kunnen we nou doen in de ochtenduren of in de middag? En toen kwamen we dus op dit idee, het Volendams Operakoor. Omdat dat zijn toch de oudste zangers en zangeressen van dit dorp. Daar zijn we trots op. We waren met z'n allen heel zenuwachtig voor de opkomst. Dat was eigenlijk het enige. Vooral de mensen van het koor ook, die dachten, ja, we staan daar zo meteen in die veel te grote tent en dan komen de mensen niet. Maar dat is allemaal goed gekomen.